21. Ja, daar zijn we. Het is donderdag. Het is volgens mij 16 februari. Ja, we zijn zeker. Twee dagen na Valentijn. Twee dagen na Valentijn. We zijn er weer. De avondshow. Tussen 6 en 8 zetten we de tent hier gewoon weer op zijn kop, hè? Absoluut, absoluut. En dat gaan we vandaag weer doen. En dat doen we niet alleen met mij. Niet alleen met Roel die naast mij staat. Ja. Of zit. Want, zit, want ja, de rug staan, dat lukt nog niet zo, hè? We doen het ook met Bram. Bram is volgens mij voor de allereerste keer hier te gast in deze avondshow. Ja, absoluut. Hallo Bram, hallo Bram. Hi. Laat je verrassen, we gaan heel veel leuke dingen doen vandaag. Ik ben heel benieuwd. Ja. En we hebben natuurlijk onze enige echte Sam Hendricks. Hey. Hey. Applausje waar het staat. Ja, ja. Applaus. Ja, ja, ja. Wie hebben we nog meer? We hebben Wil, die is nog even aan het eten, want Wil die heeft ook een hele zware dag gehad hier, ja, op Wil, de media. Wil, kom er even bij. Wil is bezig met zijn wafeldieet. De wafeldieet, ja, ja, ik snap hem. Ja. Hey Wil, goeiedag. Wil, ik ben even die camera aan het kijken. Nou zie je het beter. Ja, ja, Wil is er ook. Het was een zware dag vandaag. Het was een zware dag vandaag, inderdaad. Maar hij zal nog zwaarder worden. Hij wordt nog veel zwaarder, want om 8 uur dan ben je helemaal kapot. Ja, en we hebben natuurlijk onze enige echte techneut op achter de schermen, Romario. Nou, achter de schermen, achter de schermen. Ja, op de schermen, hè. Dat bedoel ik maar. Maar hij werkt achter de schermen. Ja. Want hij laat zich niet zo heel veel horen, maar hij zorgt wel dat het geluid bij ons allemaal prima en perfect verloopt. Hij doet... uiterst semest. Absoluut, en dat doet hij iedere week. En dat doen wij ook met onze presentatie. Maar soms lukt dat niet helemaal, hè? Even een groetje naar onze Alex. Die zit op de bank. Ja, Alex. Hallo Alex. Hey, als je aan het kijken bent, hallo. En ook iedereen die aan het kijken is. Laat het even weten, want het nummer staat weer ergens onder in beeld. 06-1070-7000 voor de Nederlanders. 06-10-70-730 voor die anderen allemaal. En ja, we moeten ook al even... We hebben al een vraagje in onze app binnengekregen van Marco. Marco uit Maasveld. Ja, want ja. Marco uit Maasveld, die is vandaag onze kandidaat voor hoger en lager. En hij vraagt hoe laat? Hoe laat? Om 6:15 gaan we spelen. En Marco, we komen dadelijk nog even bij je en dan gaan we even de Skype-verbinding testen. Dus ja, dat doen we dadelijk. Ja, wat gaan we vandaag nog meer doen? We gaan natuurlijk lekker lachen. Lekker lachen. We gaan een leuk buurtje zoeken. Een leuk buurtje. In de week van carnaval mag er wel... Rood, geel en groen. Is de kleur van vastelovend. Ja, het komt er bijna aan, carnaval. Sam, wat ga je doen met carnaval? Er ben prins. Prins? Van Swingen. Oh, prins van Swingen. En, En wie is Swingen? En onze enige echte Alex. Hey! Goedenavond, heren. Zo, wat ben je veranderd, Alex? Ja, ik... Doe eens even dat patje af. Je hebt haren gekregen. Ja. Ja. Oh jee. Ja, ik dacht ik ga eens een keer voor een andere look. Dus je stem is ook heel anders. Ja. Ja, zoals ik zei, ik wil dus voor een andere look gaan. Wat is er gebeurd? Nou, ik was dus laatst naar het bos gegaan en ik dacht, ik ga eens even lekker zwemmen. Alleen of met iemand anders? Nee, wel alleen. Oh. In het bos lekker zwemmen. Hallo, ja, en, kroket. Daar had ik dus een beekje gevonden. Nou bleek dat dus de rode fontein beek. Van de jongen te zijn. Kijk dat, de jonge fontein. Dus het water, als je daarin stapt, dan word je een stuk jonger. Dus voel ik het wist, werd ik zo wakker. Ik vind Alex heel raar geworden. Ineens. Ja, ik vind het ook wel. Nee, we moeten even het verhaal vertellen. Alex is er niet vandaag. Nee. Alex heeft even een weekje vrij. Moet kunnen natuurlijk. Onze enige echte Mart. Jullie hebben Mart natuurlijk wel eens een keer gezien. 2 weken geleden volgens mij hebben we al een keer aangekondigd in de avondshow. En ja. Mart die gaat gewoon de taak van Alex vandaag overnemen. Jij gaat dadelijk hoger lager presenteren. Ja, dat klopt. En ik heb er ook behoorlijk veel zin in. Ja? Heb jij talent voor presenteren? Nou ja, laten we het zo zeggen. Ik heb wel eens vaker gepresenteerd. Dus ik ben dan niet, het is niet vreemd of zo. Nee? Dus, nee. Waar heb jij dan al eens een keer gepresenteerd? Bij Bergbuis Kindertv in Maastricht. Ja, daar, die kennen wij. Ja, ja, ja. Ja, dat is superleuk daar, moet ik ook zeggen. Vertel eens even, wat is Bergbuis eigenlijk nou? Voor de kijkers die het niet weten. Nou, Bergbuis Kindertv is eigenlijk in het ziekenhuis in Maastricht. Oh. Een soort mediastichting die media maakt voor de kinderen die in het ziekenhuis liggen. Om de kinderen te laten vergeten dat ze ziek zijn. Dus eigenlijk net als Coraal Media een beetje zoiets, maar dan voor kinderen in het ziekenhuis. Ja, eigenlijk een liefdadigheids... Ja, eigenlijk dat. En heb je daar nog steeds contact mee met die mensen? Of ja, ik ben daar officieel vrijwilliger. Dus ik kom daar vaak genoeg terug voor te helpen met video's te maken of om te presenteren. Dus bijvoorbeeld. Breng die eens even in contact met Coraal Media of met de avondshow. Misschien kunnen wij voor elkaar wel wat betekenen. Dat vinden we heel erg leuk. Ja, 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 ja. Nou, dan zal ik daar eens even naar contact zoeken. Zeker, zeker doen. En Mart, wij zien jou dadelijk terug. Sam was even aan het vertellen dat hij prins was bij de swing. Ja, want daar wil ik inderdaad naartoe gaan. Sam,
Ja. Vertel eens even, wat is swingen? Dansgroepje. Een dansgroepje? Ja. Dus jij kan heel goed dansen? Ja. Oh jee. Misschien moeten we dadelijk even laten zien. Ja. Dat willen we zien natuurlijk. Nee. Jawel. Nee. Dat willen we zien. Nee. No. No, daar zullen we dan nog wel even uitmaken eerder dat het 8 uur is. Maar volgens mij heb ik de koekoek nog niet gehoord. Ik wilde net zeggen, we zijn iemand vergeten. Ja, de koekoek. De koekoek, daar is hij. Hoeveel keer? 1, 2, 3, 4, 5, 6 uur. Ja, want onze Sam was er straks al aan het vertellen dat hij prins is geworden bij de... Swing-in. Bij de swing-in. En we hebben daar een waar... Een heerle? Ja. Oké. En ik denk dat we daar deze foto zo moeten pakken, Romario. Kunnen we die daar zo naartoe slepen? Daar zo? Daar? Ik denk het niet. Volgens mij doet hij het niet. Volgens mij doet hij niet. Nee, dat was nog eens hetzelfde liedje. Dat was niet de bedoeling, hè? Maar we wouden gewoon even een fotootje laten kijken voordat we naar lekker lachen gaan. We gaan zo dadelijk iets leuks draaien op de radio waar iedereen mee kan lachen. Moet je trouwens ook nog even de groeten doen aan iedereen bij de groep? Ja, toch? Ja! Ja, doe even zwaaien op iedereen bij de groep. Hé, hey, daar moet je zwaaien! Hey. Hey. Ja, heeft al tijd, hè? Ja! Hoe laat moet je thuis zijn? Maar mij net uit. Oh, maakt jou niks uit. Dat is een heel democratisch antwoord. Dus dat is altijd... Oh, jij wil ook meedoen, Wil. Zo. Hij had namelijk een vraag, Roel. Ja? Jij hebt namelijk een hele mooie bus, hè? Ja. Zou het mogelijk zijn dat jij straks Sam even afzet? Hij woont bij Maurice. Ja, ik weet het. Slaapt in het stapelbed. Niet stapelbed. Ja, niet waar. Jij ligt toch onder in het stapelbed en Maurice niet boven? Niet stapelbed. Oh, dan heb ik dat... Niet stapelbed. Je hebt geen stapelbed. Een legbed. Maar je hebt gewoon een lichtbed. Gewoon een lichtbed. Oh. Oh, ik dacht dat hij een stapelbed had. Nee. Gewoon liggen, niet stapelen. Ja, je bent Cindy in het stapelbed. Nee. Oh. Helemaal fout. Helemaal fout. Moet ik hem thuis afzetten? Ja. Wil jij met mij... Dat hebben we al eens gedaan, hè? Ja. Met jou. Maar ik heb in de bussen toevallig nog een beetje bier. Zullen we dan een omweggetje maken? Ja. Ah, nee, dat mag niet, joh. Nee, niet naar de café, hè? Nee, maar ik heb nog bier. Naar Gaffie. Maar ik heb nog bier in de bus. Yummy. Oh, yummy. Oké, dan. Pas op, Roel, want hij springt zo ergens naar binnen. Nee. Als dat moet, dan brengen we hem netjes thuis. Zo zijn we ook weer, hè? En dan gaan we ook weer even goede dag zeggen tegen Maurice en tegen Gino en tegen Iris. En wie is er allemaal? Gino is thuis. Is Gino naar huis? Ja. Oké. Tot 10 uur. Tot 10 uur thuis? Ja. Oei. Gino moet draaien trouwens, Roel. Ja? Oh ja. Kut Jood. Ja, zo was het, ja. Kut Jood, dat café in Kerkrade. Kut. Ja, ik ga daar stiekem volgens mij kijken de komende dagen. Ja, misschien moeten we daar zelf spreken dat we ons masker opzetten. Ja. Dat ze ons niet kennen, dan gaan wij kijken. Ik heb hem beloofd dat ik stiekem... Ik ga daar kijken in Kerkrade, waar hij aan het draaien is. En dan gaan we dat filmen daar zo. Ja. Ergo stiemum om eieren. Stiekem. Ja? Ja. Oké. Okay. Ben benieuwd. Stiekem. Gaat jouw mama en de vriend ook naar de buurtrainers kijken? Oh. Maar die Fernous, dat is een warme bakker. Is dat een warme bakker? Warme bakker, ja. Ja. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Ja, van oorsprong is die een warme bakker. Oh, want in zijn buurt is hij pizza-verkoper. Zie je? Dus het zit toch wel een beetje erin al, hè? Pizza-courier is hij eigenlijk. Ja. Zo heet de buurt. Dus we gaan lekker lachen, hè? Ja. Is dat goed? Ja. Nee, daar komt hij, hè? Daar komt ie, met zijn pizza's. Haha. Oh jee. Sam, als die dozen vallen, moet je wel even opruimen, hè? Oh nee. La vado stasera. Così tante libere che parlo fluentemente italiano domani. Capito? Oh jee. Ik ga mijn mond houden, ga naar Fernando. Ik zou dan op de scooter onderweg zien, toen ik even op Facebook en Twitter, WhatsApp,
Jongen, Rie, dat mogen we het bellen niet meer. Wij, met de rode bieren, met mijn pizza's voor de weg. Ja, ja, de meeste ongelukken in het verkeer die gebeuren als mannen hebben gezopen. Ja, 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 want dan moeten de vrouwen rieën. Ja, maar wat mijn schijne overbuurvrouw zien schoon worden. Die is nu voor de vierde keer getrouwd. En door haar eerste huwelijk heeft hij een dochter. En die woont nu samen met de Fabrizio. En dem zijn achterbuurvrouw, die is kapster. En haar broer, dat is een warme bekker, maar dat weet er nog niet. Nee, want dem zijn vrouw, die poetst 7 dagen in de week. En haar 7 dagen in de week poetst hij. En haar bazin, die heeft nu een nieuwe kok in de keuken. En dem zijn vader, zijn broer, die heeft in Italië een Michelinsterrenrestaurant. En die is nu gevrouwd met mijn overbuurvrouw, zijn schoonmoeder. En die Italiaan, zijn de beste vriend, is mijn baas. Ja, en Piet Securier, dat ben ik geworden wie bij de baas. En ik vroeg, ben je wel eens in Milaan geweest? Ik zeg, ja, er wonen alleen ex-profvoetballers en prostituees. Ja, ja, zegt er, mijn vrouw, die komt uit Milaan. Ik zeg, oje, en wie lang heeft die dan gevoetbald? Ja. Ja, en dan wil ze werkeloos, hè. Door die sollicitatieplicht. Toen zit ze de ganse dag achter de computer. Ik woon in een mooie titel, 8 kilo bijgekomen. Hè. Ja, men moet tegenwoordig op internet steeds meer cookies accepteren. Hè. Ik ben zelfs nog op gesprek geweest als buschauffeur. Hè. Vroeg de directeur van Veolia, heb je rijervaring? Ik zeg, nee, die hebben mij 12 jaar geleden het rijbewijs afgenomen. Dus zit er geen rijbewijs, geen ervaring. Waarom ben jij eigenlijk op gesprek gekomen? Ja, ik zei, ik wil alleen even komen zeggen dat ze op mij niet hoesten rekenen. Ik denk, toen ga je voor zichzelf beginnen, hè, als ZZ-pizza-courier. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandelen, zei de medewerker, ben je al eens met justitie in aanraking geweest? Ik zeg, nee. Ik wist ook helemaal niet dat dat nodig was. Ja, die ga je dan voor te proberen in een pizza metgenomen. Dan zegt er, die is wel erg klein. Ja, ik zeg, dat weet ik. Ja, zegt er, die is ook erg taai. Ja, ik zeg, dat ben maar blij dat er zo klein is. We gaan een klein beetje luisteren wie ons wat gestuurd heeft. En dan moeten we even onze andere PC gaan opzetten. Zo, ja. En die moeten we aanzetten. En Marita Schepers, dat is de mama van Gino. De mama van Gino heeft ons een berichtje gestuurd. En we gaan eens luisteren wat Marita te vertellen heeft. En bij mama, jullie mogen ook komen naar Kuntjot zaterdag en vrijdag. Oh. Van 8 uur tot 2 uur s'nachts. Oh. Kom maar. Rij maar een leuk carnavalsplaatje en kom maar naar Kuntjot, Eigershoven. Oh. Ja, ik ga Mario daar stiekem, weet waar, kom maar. Stiekem ga ik daar naartoe. Ik wil kijken hoe Junior en Gino stiekem naartoe. Ja, ik ga stiekem daar kijken hoe dat daar... Ja. Stiekem, heel stiekem. En dan een filmpje maken. Ja. En dan doen we dat. Volgende week doen we dat draaien. En dan gaan we dat in de avondshow. Maar volgende week hebben we ons avondcafé. Daar gaan we dadelijk met Wesley ook nog even verder over babbelen. Want er is een en ander wat we moeten vertellen. En dan kunnen we die filmpjes misschien laten zien volgende week. Hè? Wie weet. Is dat niet een goed idee? Marco was ook een klein beetje ongeduldig. Ze had ook iets ingesproken. Dus we gaan eens luisteren wat hij te vertellen had. Hey, weet je, zo kan ik ook zinnen. Handjes, blij. Handjes, blij. Nou, er is een nieuwe carnavalshit geworden bij Marco, geloof ik. Lijkt net Frans Bauer, hè? Ja. En Nicky heeft ook iets gestuurd. Nicky, heeft hij een Nicky menu? Nicky Knuit. Heeft hij een iets te eten? Foto van iets te eten? Nee, nog niet. Nee, want dat is nog die van vorige week. De oude pizza. Die, ik weet niet wat het eigenlijk oude was. Toen, maar die oude pasta, die staat er nog... Die zal inmiddels wel... Dat zitten haren, denk ik, op. Hè? Ja, die komt jou tegen. Die komt vanzelf uit de ijskast. Maar goed, even kijken wat Marco te vertellen had. Volgende week is geen carnaval meer. Dus dan ga ik ook niet meer kijken. Want
ik hoef dan niets meer over carnaval te zien. Ho, ho, Marco. Nou, volgende week geen carnaval. Ik denk toch wel dat dat duidelijk is, hè? Nee, nee, nee. Volgende week is onze carnavals afterparty. Dus ja, ja, kijk. En Nicky, oh, Nicky heeft een afweer even foto's gestuurd, jongens. Nou, ik wil wel even tegen Marco zeggen dan, Marco, je hebt de afgelopen weken niet goed geluisterd. Want als je wel goed had geluisterd, dan weet je dat volgende week inderdaad onze afterparty is. Ja, ah, komt helemaal goed. Helemaal goed. Dat ja, volgende... dan ga ik ook ruzie maken aan nu. Eer wat de volgende week is, is Marco helemaal into carnaval. En dan komt dat allemaal best wel in orde. Precies, en ik denk best dat als carnaval straks dinsdag voorbij is, dat hij donderdag vast nog zoiets heeft van, ik wil nog even afkijken. Wij ook, hè? Wij ook. Wij absoluut. Ook trouwens. Dus volgende week staan we hier netjes in ons carnavalsoutfitje. Ja, wat ga je aandoen? Ik ga mijn, ik denk, ik heb gisteren heb ik een carnavalsoptredentje gedaan bij het verzorgingshuis waar mijn moeder is. Ja. En toen had ik gewoon mijn slipjas aan. Een zwarte slipjas met allemaal carnavals dingen erop. Spelden. Ja, en mijn steek. Mijn steek. Ik heb zelf een steek laten maken. Voor als ik presentatieopdrachten en zo doe. Oh, je bedoelt die hoed, weet je wel. Nee, hoed. Steek. Steek. Ah, oké. Okay. Steek. Ja. Steek. Steek is dat, hè? Ja. Ja, ja. Je had maar eens nee moeten durven zeggen, man. Had ik jou... maar in ieder geval... Dan judo. Nee, ja. Nee, ja, Sam. Nee. Judo. Judo. Ja. Nee, wij twee? Ja. Kom maar, daar. Nee. Kom. Nee? Nee, nee, nee. Onze Nicky. Dat ja, heet... onze wekelijkse, wat is het? Een, hoe noemen we dat? Wat heb je nu? Menu? Nicky menu. Het Nicky menu. Het Nicky menu. Nee, wel. Hoe heet ze dat nog eens? Dat... Wat schaft de pot? Nicky menu. Nee, we hadden toch vorige week een andere naam? O jee. Dat, wat maak je menu? Of zoiets, hè? Oh, wat maak je menu? Wat maak je menu? Ja, wat is dit? Wat is dit? Wie herkent dit? Is dit? Dit is denk ik een snitsel. Een spiegelei. Een spiegelei, zeg maar. Spiegelei? Ja, een rijfkoek. Krokante kipsnitzel. En daar heeft hij dan dit bij gemaakt. Maar het kan ook een rijfkoek zijn. Ja, ja, ja. En dit dan? Dit dan? Kijk. Spinazie? Spinazie? Nou, ik denk boerenkool. Boerenkool. Boerenkool, denk ik. Zo te zien, spinazie is hier... Ja, spinazie à la crème, denk ik. Ja, het zou kunnen. Zou inderdaad kunnen. En dit is er ook nog bij Wat maak je menu? Wat maak je menu, Nicky? Nicky maakt ook nog... aardappels in de airfryer. Lekker. Ja. Even kijken. Het ziet er wel lekker uit deze week, Nicky. En daar heeft hij dus alles op een hoop gesmeten. En dan krijg je dit. Maar in ieder geval, het beeld wat erboven staat vinden wij veel belangrijker dan wat op zijn bord ligt. Dat klopt. Zo. Volgens mij was de mayonaise bijna op. En de appelmoes is nog dicht, dus die moet nog even open. Ja. Maar in ieder geval, het ziet er toch wel heel leuk uit. Maar wat is Nicky nu aan het eten? Dus aardappeltjes. Ik denk toch dat het een kipsnitzel is. Ja, het zou zoiets zou het kunnen zijn, ja. En voor de mensen die nog aan het eten zijn, ik denk dat het groene diarree is. En als het dat nog niet is, dan wordt het dat straks dan toch wel. Dat hoor, ja, ja, ja. Maar goed. Hij maar over, hoe heet dat? Heb ik menu? Heb je menu? Nee, wat maak je menu? Wat maak je menu, ja. Hey, wist je nog vorige week toen ik zei dat ik nog nooit erwtensoep had gegeten? Ja, ja, ja. En toen had ik ook gezegd dat ik het zou proeven, hè? Mm-hmm. Eén moment, ik ga het je doorsturen, want ik was vanmiddag in Maasveld. En toen hadden we pauze. En in die pauze hadden de collega's van het restaurant, die hadden erwtensoep gemaakt. Oké. Okay. Uh-huh. En ik had het vorige week beloofd. En dan kom ik mijn belofte ook na. Dus ik heb dat gewoon gedaan, Sam. Ik heb, dit heb ik dus vanmiddag in mijn pauze gegeten. Dat ziet er niet verkeerd uit, moet ik zeggen. Maasveldse erwtensoep. En wanneer worden wij daarop uitgenodigd? Wanneer wij uitgenodigd? Nou ja, het restaurant. Ja, ja, Sam wil ook. Hè? Sam, jij wil ook. Het restaurant is tot 2 uur iedere dag geopend. Dus jullie zijn van harte welkom. Nou ja, goed. En ik kan jullie zeggen, iedere dag wordt er verse soep gemaakt. Met kruiden en met groenten uit eigen tuin. Nou. Dus als je echt goede soep wil hebben, kom naar Maasveld. En op de achtergrond muziek van jullie eigen Koraal Media? Nee, dat is nog vanuit hier, hè? Ah ja, oké. Okay. We hopen wel dat er ooit eens een radiostudio naar Maasveld gaat komen. Ja. Dus als er mensen uit Maasveld zijn die dat ook willen, dat wil ik wel even weten. En dan gaan we met z'n allen bij Roel op de stoep staan. Roel de directeur. Ja. En dan,
Misschien dat we daar even moeten gaan protesteren om dat plan te bewerkstelligen. Niet? Ja, kijk, we kunnen een beetje, druk zetten. Vind ik wel. En ik hoop dat Roeland luister is. Want dan weet hij dat we binnenkort op de stoep staan en dat hij dan de deur niet moet openen. Trouwens, en als je denkt, wat gebeurt er allemaal? We zijn hier van Tessen voor volgende week allemaal. Ja. Wat is er volgende week dan? Volgende week? Ja, dat is een goede vraag. Heb ik dat nog niet aangekondigd? Nee! Oh. Ja, zullen we met z'n allen even zeggen, wat is er volgende week? Hey. Oh, moest ik dat ook zeggen? Ja, oké. Okay. Okay, dan 3, 2, 1. Wat is er volgende week? Sam, jij ook? Volgende week! Ja. Sam wil graag weten wat er volgende week is. Nou. Volgende week is de avondshow live. Oh, ja. Oh yes. En kunnen de mensen naartoe komen? Daar kunnen mensen naartoe komen op aanmelding. Als het goed is, heeft iedereen die in de groepsapp zit van Coral Media, die heeft al een appje gekregen. Ook alle groepen die hebben een mailtje gekregen om zich aan te melden. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar mij. Dus wcolaris@coral.nl. En ik zou zeggen... snel, wees er heel snel bij, want... Hoeveel mensen kunnen er? Ja. Nou, we kunnen hier... Het is maar een kleine ruimte, hè. We kunnen hier 30 mensen kwijt, 30 dus... mensen. En dan zit het ook stampvol dus hier. We hebben 30 tolsbadjes. Het had 100 mensen. Nee, geen 100 mensen, Sam. Nou! Nee. Dus wil je erbij zijn, aanmelden via de mail. En vol is vol, dus wees er snel bij. Volgende week... Wat voor een datum is dat dan eigenlijk? Volgende week... Op. Welke live artiest is dat dan? Hij is veel te nieuwsgierig. Ja. Hij is veel te nieuwsgierig. Nou, we kunnen op één vraag kunnen we een antwoord geven. En dat is op welke datum is dat? Ja, op donderdag. Volgende week donderdag. Ja, kijk eens, Sam weet het. Volgende week donderdag. Ja, goed, Sam is goed geïnformeerd. Ja. Kevin die luistert nooit goed, schijnbaar. Sam wel, hè? Ja. 23 februari. Ja. Wat ik wel even erbij moet zeggen. Vervoer. Dat moet je via je groep regelen. Okay. Dus wij gaan geen taxis regelen of wat dan ook. Ja. Vervoer gaat via de groep. Ja. Of als je op... Alleen vandaag breng ik Sam terug naar huis, maar voor de rest... En ik heb gehoord dat er volgende week ook drank en van alles hier is. Er is drank en, bier en chips. En wij? Dus dan om de... feest, dan hè? Om het wordt hier een heel groot feest volgende week. Dus die 30 man die wat dan hier binnen mogen, die hebben wel echt een topavond. Oké, okay, ja, absoluut. En wij ook als DJ zijnde. Ja, ja. Het tweede uur is begonnen, Sam. Weet je wat dat betekent, het tweede uur? Als je een trouwe kijker bent, dan weet je wat wij het tweede uur gaan doen. Ja. Vertel het eens. Weet het niet meer. Oh, oei. Oei, hij weet het niet meer. En je weet het niet omdat je het gewoon even echt niet meer weet of omdat je nooit kijkt? Even vereteren. Je bent het vergeten. Ik kan je helpen. Want daar zit er iemand op de bank. En die mag even naar voren komen. Ja, daar komt Alex. Kees, wie hebben? Kleine Alex. Ja. Weet je nu wel weer? Oh ja. Ja, oh ja. Vertel eens. Oh ja, vertel. Spel. Absoluut. Welk spel? Welk spel? Hoger of lager? Hoger lager. Hoger lager. Ja, dat gaan we absoluut doen. En dat gaan we om hoe laat doen? Kijk je iedere week? Ja. Dan weet je ook hoe laat we dat gaan doen? Dat moet Sam even nadenken. Even nadenken. Sam, zeg maar 7:15. 7:15. 7:15. Ja, 7:15 gaan wij hoger lager doen. Dat inderdaad. Hey, we gaan het welbekende jingletje even instarten. Ja, daar komt hij. Sam, even meedansen. Roel. Romario. Ja, het welbekende jingletje van Hoger Lager, want wij hebben een kandidaat. We hebben een kandidaat. Wie hebben we? We hebben iemand uit Maastricht. We hebben iemand uit Maastricht. Ja. En we gaan even kijken wie het is. Hallo! Hey. Hallo! Helemaal in het rood, geel en groen. Rood, geel en groen. Hallo, Maastricht en heren Marco. Kan je ons verstaan? Ik zie jullie niet hier. Ja, dat is misschien maar goed ook. Dat is de beste optie, ja. Dat is maar goed ook, dat je ons niet ziet. Dat wil je ook niet. In het rood, geel, groen, dus helemaal klaar voor het uit wieverbal. Of toch niet? Nou, Marco is wel een oud wijf af en toe, hoor. Maar het is niet helemaal handig. Nee, het is niet handig, maar we kunnen nog altijd de nummertjes opnoemen. We gaan even schakelen naar het studio hiernaast.
En als het goed is, zien we dan onze enige echte Alex 2.0. Onze kleine Alex. Onze kleine Alex. Hey. Hallo. Hallo. Alex. Ik zei dus heel simpel, er komt je zo meteen een nummertje. En Marco mag raden of het nummer wat daarna komt hoger of lager is. Zullen wij dan maar het eerste nummertje meteen even dat is een goeie, instarten? Dan weten we meteen welk nummer dat is. Ik ben toch wel eens benieuwd wat er komt. 16. 16, ja. Ik dank hoger. Hoger dan de 16? Ja, dat is wel een... Ik dank het wel. Ja, dat is wel een risicootje, hè? Want er zitten minder nummers hoger dan lager dan de 16. Maar goed, we kunnen gaan kijken. Dat jingletje was eigenlijk een hint, hè? Je blijft bij de beslissing, Marco. Hoger dan de 16? Tot hoe hoog gaan wij? Tot de 20. Tot 20. We gaan tot de 20, ja. Ah, daar zie je. Hoger dan de 16, we gaan kijken. En... Nee, een 3. Ja. Nou ja, het maakt eigenlijk nog niet eens zoveel uit. We zijn pas begonnen, hè. Dus het kan nog heel hard ronddraaien. Ja, je kan nog 8 punten verdienen. Dat is wel om je even op te peppen, hè, Marco. Ja, maar in ieder geval, we zitten dus bij de 3. Dus is het volgende nummertje lager dan de 3? Dus dat kan een 1 of een 2 zijn. Of hoger dan de 3. En dat kan eigenlijk elk nummer tot en met de 20 zijn, behalve de 16 dan. Ik zou alleen... Wij ook niet. Ik ga verhogen. Verhogen? Hoger. Hoger. Ja. Dan gaan we weer. Komt-ie. Hoger dan de 3. En het is het nummer... Yes! Nummer 6. Ja. Dat is 1 punt voor Marco. Hoppa. Ja, dat is al een behoorlijk mooie stap, hè? 1 puntje. Ja, van 0 naar 1, dat is 50% meer, hè? Want we zitten dus nu bij het nummertje 6. Dus, Marco, denk jij dat het volgende nummertje hoger of lager dan de 6 is? Ik denk hoger. Hoger dan de 6. Die kans is wel inderdaad groter dan dat het lager is. Ja, de kans is hoger, inderdaad, dat je een puntje daarmee verdient. Zullen we gaan kijken? Zullen we gaan kijken aan meteen dan? Ja. Komt-ie aan. Ja, komt-ie, het is het nummertje. Nummertje! 2! En toen was het punt wel weg. Ik had daar ook voor hoger gekozen. Als ik dit moest spelen, ik vind het toch wel een lastig spel. Is het eigenlijk ook? Ja, dat moet ik wel zeggen inderdaad. Als je kans gaat berekenen, zou het eigenlijk hoger moeten zijn. Maar absoluut. Ja, maar soms... ik heb dat vroeger op school ook vaak gedaan, kans berekenen. Maar ook dikwijls misrekend, moet ik zeggen. Ja, dus... Dan ben ik mijn DJ geworden. En buschauffeur. Hey, buschauffeur. Ja. Hey, busjes lopen. Hey, buschauffeur. Maar goed, Marco, we gaan weer. Ja, want het nummertje is dus nu nummer 2. Je kan dus ervoor kiezen om lager dan de 2 te gaan. Dat kan dus alleen nog maar de 1 zijn. Of je kan hoger gaan. En wat kan het dan zijn? Ja, dan kan het dan zijn... Dan hebben we de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15, de 17, de 18, de 19, de 20. En tot? Nee, niet tot 100. Nee, ja, niet tot 100. 20. Nee. Als we tot 100 gaan, dan zou het nog lastiger zijn, hè? Marco, zeg maar. Zal ik heel eerlijk zijn? Ik ga voor hoger. Okay. Dat vind ik wel een gokje dit, hè? Ja, zeg. Maar wel een berekend gokje, moet ik zeggen. Een berekend gokje. We gaan kijken. Oh, ik durf niet te kijken. Ja, dan draai je om. Ja. Komt je niks moet hier. Nou, je kijkt toch. Nummertje 4 is het geworden. Op kantoor gaat spontaan de verlichting aan en uit ervan. Dat is 1 punt. 1 punt. Inderdaad. Hoppa. Ja, we zijn weer terug bij een puntje. Dat is mooi nieuws. Hey, maar het is dan wel hoger, maar het is niet heel veel hoger. Dus is de volgende beslissing misschien ook wel een beetje makkelijker. Ja. Want we hebben al 2, 3 en 4, dus alleen de 1 zit er nog onder en de rest, alles erboven kan nog. Dus, Ja, dus dat is behoorlijk lastiger, denk ik toch wel. Nou, Marco. Nou, is het hoger of lager dan de 4? Ja, dat is goed nadenken, dit. Dat is een lastige, dit ook, moet ik zeggen. Absoluut. Het zou zeggen lager. Lager. Ja. Oh jee. Lager dan de 4. Behoorlijke strikvraag. Weet je het 100% zeker? Want alleen als je het 100% zeker weet, dan gaan we dit nummer... dan gaan we de roffel instarten. Zorg, doe toch maar hoger. Oh, hoger. Oké, hoger. Nou weet hij het wel heel erg zeker. Ja, weet je het, 100%? Hoe is een twijfelen?
Nou, ik kijk toch nog even naar de televisie of die niet toch lager of toch... Ja, Jonas, kom maar op. Ja, hoger. Hoger. Je kan nu geen weg weer terug, ja? Nee, nee. Lekker hoor. Twee punten. Er zijn dan twee punten. Ja, Marco is goed op weg, hè? Hij zag het zo... Kiezen voor lager. Lager dan 8. Oké, 100%, want als ik het roffeltje instart, dan kan je geen weg meer terug. Ik dank 8 lager. Oh, okay. Nou, dan gaan we zeker van zijn. Komt hij aan? Ja, heel benieuwd. Het nummertje dat hier komt is... Ja. 20. Helaas. Ja. En daar gaat weer een punt vanaf. Oh, ja, dat is jammer. Maar het was wel een gewaagde gok, moet ik zeggen. Het was zeker gewaagd. Dit was Manuel's gok. Ja, maar soms moet je risico's nemen in dit spel. Dat is zijn keus. Ja, daarom... Nu hoger of lager zijn? Dat vind je toch niet. Zou het lager zijn dan de 20 of hoger? Ik bedoel... Het kan niet hoger zijn. Nou, dat weet ik niet. We spelen tot de 20, dus dan... Is dat dan het lager? Oh, je denkt lager? Lager. Ja, zullen we het doen? Ja, doen we. Spannend dit. Daar komt hij. Daar gaat hij. Ja, ik denk niet. Oh. Ja! Yes! Dit was inderdaad lager. Wat een gewaagde gok. En daar komt weer een puntje bij natuurlijk. Absoluut, want dat is twee belangrijk. Punten voor Marco. Grote vraag natuurlijk. Is het volgende nummertje lager of hoger dan de 11? 11 is lekker in het midden. Ja. Dus kan beide kanten op. Maar de vraag is natuurlijk welke van de twee kanten? Nee, Bram. Oh. 11 is niet in het midden. Dat nee, is bijna 10. In het midden. Oh, bijna in het midden. Bijna. Voor geleden is het in het midden. Ja. Hoger dan 11. Daar gaan we. Oei. 100%, anders, want ik ga het roffeltje instarten. Ja, 100%. 100%. Oké, daar gaan we. Nou. Zijn we klaar voor het antwoord? Ik het weet antwoord het niet. Is nummertje... Ja. 5. Oh. En dan ging er weer een puntje vanaf. No. Dit vind ik jammer. Nog één kans. Ja, nog één kans. Voor twee punten mag ze dan. Eén kans is een kans. En die moet je niet laten weglopen nu, hè? Nou, als jij nou eens wegliep, dat zou wel heel erg fijn zijn, Mart. Ja, dat is jammer, want ik blijf hier nog wel even. Jammer. Even een beetje voor naar de andere stagiair. Ja. Hey, waar is je andere stagiair? Waar is je andere stagiair? Die staat ernaast, als het goed is. Robin. Goedendag. Daar is die toch. Hey! Ja, het zit hier vol met stagiaires hier bij Koraal Media. Ja, het is Robin. Ja, we trekken ze op als een blik. Hoe noem je dat? Tonijn? Hoogkamer, hè? Dat is Mart Hoogkamer, die presenteert inderdaad, klopt. Ja, ik doe heel veel DJ-platen maken. Over Hoogkamer gesproken, hoger of lager? Ja, want we zijn nu natuurlijk bij de mooi. Belangrijke vraag. Eerlijk gezegd om... Te gaan voor hoger. Hoger dan de 5. Hoger dan de 5. Robin, wat vind jij daarvan? 100% of... Hoger dan de 5. Oh, wat vindt Robin ervan? Subtiele gok. Ik wist niet dat Robin een mening had. Ja, Robin mag een mening hebben. Oké. Ik ben van mening... Jij bent van mening. Dat we het trommelgeroffel maar moeten ingaan dienen en moeten zien of Marco nog een puntje erbij krijgt. Ja, maar dat doen we alleen als Marco 100% zeker is van zijn antwoord. Weet Marco 100% zeker dat hij hoger wil dan de 5? Geen getwijfel. Ik zou niet twijfelen, Marco. Nee. Ik zou niet twijfelen. Nee? Nee. Marco, gaan we de trommelgeroffel instarten? Hoger? We gaan het instarten. Ja. Hoger, daar komt ie. Er is nu geen weg meer terug. Hoger dan de 5 voor de eindscore van 0 of 2. Ja! En een puntje erbij voor Marco. 2 punten is toch wel echt een mooie score, moet ik zeggen, hoor. Ja, vind je dat een mooie score? Ik vind dat een mooie score. Och, Wesley. Ja. Wat zeg je nou? Ik vind dat een mooie score. Ik bedoel, knop, je kan beter dit knop moeten we echt weg gaan halen, Wesley. Ja. Welke knop? Ja, die knop. Ja. Welke knop? Deze knop? Ja, die ja. Oh. Ja. Ja, die knop begint gevaarlijk te worden hier. Je kan er toch de nummers wegvegen? Ja, we gaan de nummers weer wegvegen, want we moeten nu... het is tijd voor de nieuwe nummers, dus even... Oh, moeten we het resetten, dat voor volgende week? Ja, we moeten het even gaan resetten, dus ik moet hier even schoonmaken, ja, jongens. Ja, maak je even schoon, ja. Dan, ja? Ja, dat rechterscherm... moet je wel... Het komt er niet echt goed vanaf. Je moet doorlopen. Doe het niet! Ja, nog naar het roze gedeelte, nog een beetje verder. Ja. Oké, dan moeten we hieronder en beneden ook nog, ja. Marco, kijk jij of die goed veegt?
Het gaat er wel lastig af hier, hoor. Nou, dat gaat goed uit. En dan heb jij ze veel te goed opgezet, natuurlijk. Ik denk dat iemand hier te veel met permanent marker heeft liggen spelen. Ja, ja. Ik vind het wel leuk hoe die jas Mart gewoon een roze blok maakt. Zijn ze bukt? Hey Mart, bedankt voor het wegvegen. Dat, Nou, maar natuurlijk, volgende week staat dit bord weer vol met een hele nieuwe reeks nummers bij een hele nieuwe hoger of lager. En dan is, dan is Alex er denk ik toch wel bij. Alex is er volgende week weer helemaal bij, dus volgende week ben jij weer ontslagen. En volgende week hebben we hier de hele tent vol volk, dus wordt gezellig. En zal ik ook alvast de kandidaat bekendmaken van volgende week? Oh, ben benieuwd, vertel. Ik kan vertellen, de artiest die volgende week komt optreden is gelijk onze kandidaat voor hoger of lager. Oh, okay. Maar welke artiest gaat er komen? Dat gaan we nog even kijken. Dat gaan we nog niet zeggen. Nee. Ik zie hem nog niet, hoor. Kijk eens naast je in die zak, toevallig. Oh. Kijk eens. Oh. Ja. Dat is de enige echte tablet van de avondshow. Dus dat is de prijs die we kunnen weggeven voor... Voor degene die tussen nu en 8 uur, dat is nog 23 minuutjes, 22 minuten... Die de juiste artiest doorstuurt, net voor 8 uur maken we het bekend. Maar dan kunnen we gelijk even kijken wie allemaal nog aan het kijken is tussen nu en 8 uur. Mogen wij zelf ook meespelen? Nee. Helaas. Ja, nee, ik moet wel zeggen, jammer wel. Kijk, ik begon al een beetje honger te krijgen of die chocolade hier. Ja, die chocolade heeft er goed uit. Ja, rolt. Maar goed, Marco zei dat het proefmaar ging zijn. Marco, voordat we naar het nieuwe liedje gaan, we willen je hartelijk bedanken voor het meespelen. Graag gedaan, heren. En, nou, ik heb hier Sam even een mooi tablet meegenomen. Nou, ik denk dat hij die even kan laten zien tegen de camera. Is dat zijn eigen tablet? Ja. Zullen we vragen? Is jouw tablet? Loop even naar de camera, mijn Sam. Tablet. Sam, loop even naar de camera. Oh ja, daar gaan we. Wacht, is Amma. Wacht, kom mee. Wacht eens, Emma. Wie? Loop even met Bram mee. Kom mee. Kijk, en Bram en Sam die gaan nou even naar de camera. Die gaan een hele mooie tablet laten zien. Die is van Sam zelf. En er zitten allemaal speciale stickertjes op. En ja, ik weet niet of de mensen het kunnen zien. Ja, dat is wel goed te zien. Ja, en waarom zijn die stickertjes, Sam? Kom even erbij. Oh, dan moet je ook weer helemaal terug. Ja, zeker. Dat is goed voor de beweging. Goed voor de beentjes. Ja, zwaar. Moeten wij ook maar wat meer doen. Absoluut. Sam, je bent er bijna. Ja, nog 1,5 meter. Goed zo. Sam, vertel eens even. Waarom heb jij zo'n mooie tablet? Daarom. Ja, een legit antwoord inderdaad. Om vindt het mooi. En wat vind je daar precies zo mooi aan? Glitters op de tablet. Kan je dan wel nog wat zien als de hele tablet vol is met... Oh, je hebt het scherm wel onbedekt gelaten. Maar geef toe, Westies is wel mooi. Hij is chic. Ik ben er eigenlijk een beetje jaloers op. Ja, toch? Nou, weet je wat wij gaan regelen volgende week, Roel? Dat ik ook zo'n covertje krijg voor mijn tablet? Neem jij je tablet even mee volgende week? Ik neem volgende week mijn tablet mee. En jij krijgt ook een heel mooi versierde... heb je een iPad of heb je een andere tablet? Ik heb een iPad. Nou, dan krijg je een hele mooie iPad volgende week. Oké. Ik zou het eerlijk gezegd bij mijn iPad nooit van mijn leven doen. Nee? Nee, ik vind het niet mooi. Zelfs geen roze glitters? Nee, ik ben niet zo van de glitters. Nee? En het zijn dan ook gouden glitters. Ik hou totaal niet van goud. Zou ik meedoen met de Olympische Spelen, ging ik voor zilver. Gistermiddag in het verzorgingshuis met mijn vader en mijn moeder die samen met mij gezellig een carnaval waren. Dat vind ik wel een heel leuk plaatje. Ja, die is heel leuk. Ja. Mijn vader is 81, mijn moeder 82. Dus, en zo hebben we dan gistermiddag een feestje gebouwd. Heel erg leuk. Ja. En wat gaan ze de rest van het carnaval, gaan ze dan ook nog iets doen? Nee. Wel, naar maandag komt daar de optocht voorbij. En dan gaat mijn moeder, die gaan dan met de hele groep voor het raam kijken naar de optocht. Maar mijn vader is, hij blijft gewoon gezellig thuis. Ook iets met carnaval doen? Of, Nee. Maar dat zit toch wel bij jou in de familie dan? Het zit bij ons in de familie. Ja? Daarover ging het eigenlijk, hè? Daarover ging het. Cartouche, hoppa. Volgende week bij de avondshow live. De allereerste avondshow live. Doei, doei. Hoi. Café's bij de vriend. Ich wiere Pilske kind kon happen. Alle deuren. De zuse dan de luider. Geen mijn zuster hoe weer u vader.